VVV wordt niet vaak weggespeeld, zoals Willem II ook zeker niet elke week de tegenstanders van de mat speelt. Dus in alle opzichten een interessante wedstrijd tussen de nummer 1 en de nummer 9 van de keukenkampioendivisie. Bos, 1-2'tje. Hilterman leek daar buitenspel te staan. En uiteindelijk gaat de vlag ook omhoog. Dat is een goede bal van Verret naar Santiago. Komt daar Jansen weer tegen. Nu de bal teruggelegd. Daar is Bos met de schietkans. En het blok met de hand, zegt Bos. Maar Higler gaat daar niet in mee. De goede ingreep van Jansen. Maar wel veel vrijheid voor Jesse Bos. Dat is een goede lange bal richting Verheijen. Wil bij Santiago. En nu de eerste corner van de wedstrijd voor VVV. Smans. Gevaarlijke bal en opnieuw voor het doel gebracht door Ketting. Een beetje verbolgen over is dat er dan niemand van zijn ploeggenoten staat op de plek waar hij die bal neerlegt. Schouten probeert het maar eens met een lange bal. Dat is een uitstekende lange bal richting Hilterman. En dat is een overtreding van Roel Jansen. Die daarvoor de gele kaart gaat krijgen. Goeie lange bal van Schouten. En Jansen dan tegen Hilterman aanloopt. Het is op het randje dit hoor. Verret achter de bal. Hard, laag, net naast. Dodeman. Te kort, veel te kort die bal voor Bos. Het foutje van Sedlacek en daar is Hilterman. Hilterman met het stiftje en de goal voor Willem II. Daar is hij toch weer. Gerrity Hilterman. Nummer 13 van het seizoen. Zou een soort van interland gaan spelen deze week. Of in ieder geval mee gaan trainen. Maar kwakkelt al zo lang met zijn gezondheid. Aangespeeld door Oosting. En heel, heel kundig afgemaakt. Maar zelfs een niet 100% fitte Hilterman is dus heel belangrijk voor Willem II. Oeh, dat gaat net goed voor VVV. Die breedte paas van Ketting, daar zat Oosting bijna tussen met een sliding. Zo heel vaak wint VVV ook niet in Tilburg. Poging van afstand van Svensson. Wat Van Krooij nog aardig moeilijk mee. En dus een corner voor Willem II. En dat is een dingetje, want Willem II scoorde al 13 keer uit een corner. Samen met ADO het meest van alle ploegen in de keukenkampioendivisie. Nu gaat het via een omweg. Nizet met links. Zo, dat is best aardig geschoten. Door Rob Nizet. Weggekopt door Doesburg. Nizet gaat het nog een keer proberen. Nu laag. En bij de eerste paal tegengehouden. Of dat nou door Sedlacek was of door Van Krooij. Dat was moeilijk te zien. En er komt nog een kans. En nog een kopbal nu van Oosting. Dat is wel een aardig bekkie die Nizet. Svensson. Poging voorlangs. Maar Hilterman ook nog bijna tegenaan kon lopen. Red. Svensson. Nu wel Hilterman. Vrij gedaan. Dodeman. Aardige voorzet en eigen doelpunt. Van Ketting. Die heel boos is. Zo te zien vooral op zijn ploeggenoten. Dit is knap gedaan door Hilterman. Die gelijk opstaat. En weer om de bal vraagt. En dan is het Ketting
die een poging doet die bal weg te krijgen. Zijn man los moet laten en dan Hilterman ook vrij ziet staan. Daar zal de frustratie van Rick Ketting wel zitten. Daar gaat Dodeman. Veel ruimte. Hilterman op de rand van de 16. Balletje gaat naar de penalty stip. Daar komen er nog een paar in lopen. Verret. Krijgt hem niet vrij. Speler van Jansen, Kaats van Doesburg tekort. Er komt er nog wat uit voor VVV als Verheijen hier de bal op pikt. Verheijen, dat is een handig balletje. En hier is dan toch een echte kans voor VVV, voor Sedlacek. Nou, Meerveld die in alle 30 wedstrijden tot nu toe in actie kwam, nu ook. Verret met een blessure naar de kant. Hamstring lijkt het probleem voor Matthias Verret. Freek Heerkens in de ploeg. Heerkens. Oosting. En weer zo'n stuiterballetje. Van Krooi tikt ernaast. Geniepig schot van Thijs Oosting. Een trap die genomen gaat worden door Elias Sierra. Dat is een goede bal en er is met de kans. Dat is wel al de tweede goede kans voor VVV na rust. Net een beetje achter Mohamed Odris. Odris van de bal gezet. Bos. Bokila. Zet zijn voeten voor bij Sierra. En dan is daar nog de kans voor de Leeuw. Dit is Bas van Dongen. Assistent vandaag van Hichler. Gaat afscheid nemen. Gaat zijn vlag aan de wilgen hangen. 21 jaar assistent scheidsrechter geweest. Daar is ook wat doorzettingsvermogen voor nodig. Lathouwers schept hem erin. Odries ook nog met een kopbal. Die niet zo heel gek ver naast gaat. En voor de tweede keer gevaarlijk. Als het grootste gedeelte van het Koning Willem II stadion is gaan staan. Dan is het afgelopen. Wint Willem II met 2-0 van VVV. En zijn daar weer 3 punten voor het elftal van Peter Maas. Is nu ook de trainer in deze eeuw in de keukenkampioendivisie met de meeste punten in zijn eerste 25 wedstrijden. En weer Jerry Hilterman die heel belangrijk was, ondanks het feit dus dat hij zeker niet helemaal fit was.